Tijdens een onderzoek naar Hennepteelt kreeg de politie informatie dat in een van de appartementen in dit woonzorgcentrum wiet geteeld zou worden. En dat klopte. Tot schrik van de schoonzoon van een van de bewoners. Nou, ik schrok er eerlijk gezegd van dat ze deze locatie daarvoor hebben genomen. Vooral met het, gevaar, het brandgevaar. De mensen zijn natuurlijk allemaal minder mobiel. Mijn schoonvader die woont op de tweede verdieping. Als er brand uitbreekt, ja, die, die is niet uh, zo 1, 2, 3 uh, het huis uit. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, schrik ik er uh, heel erg uh, van uh, ja. dat het zo is. Het gaat niet om een appartement dat onder het verpleeghuis valt, maar om een vrije sector huurwoning die particulier verhuurd wordt door de woningcorporatie. Toevallig uh, een paar maanden geleden verhuurd uh, aan diegene. En uh, nou ja, hennep uh, tolereren we natuurlijk niet, dus uh, dit betekent einde huurcontract. Een speciaal team heeft de kwekerij ontmanteld. Een hennepkwekerij in een verzorgingshuis is zeldzaam, maar de woningcorporatie krijgt wel elk jaar meldingen van hennepplantages. We hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar 2018 hebben we bij alle Nijmeegse corporaties uh, 20 uh, hennepkwekerijen uh, opgedoekt. Een uh, jaar ervoor waren er uh, ongeveer zeven.